Goedemiddag. Veel bewolking boven Nederland. We kunnen het mooi zien op de satellietfoto van vanochtend 10 uur. Boven zee wel wat opklaringen, maar die bereiken ons amper. En dat betekent dat we vanmiddag ook met veel bewolking te maken hebben. En soms is die bewolking ook dik genoeg voor wat lichte regen. Hier zien we dat bijvoorbeeld in het zuiden, ook in het noorden af en toe. Op de meeste plaatsen is het wel droog, maar zo af en toe wat lichte neerslag. Het is mogelijk uit deze bewolking. Dat betekent dat het er vanmiddag zo uitziet, overwegend bewolkt. Er staan wel wat zonnetjes in de kaart, maar op zich valt het met die zonneschijn echt wel mee hoor. Het is echt wel bewolking dat overheerst. En de temperatuur die ligt dan zo rond de 19 graden op de meeste plaatsen. Maar het is een matige wind uit het westen en noordwesten. Ook komende avond en nacht nauwelijks verandering in het weerbeeld. Die bewolking blijft overheersen, koelt af naar een graad of 15 en dan morgen opnieuw veel bewolking. En ja, de zon... Kan misschien af en toe even doorbreken. Ik denk dat dat met name in het zuiden is. Het gaat om zonnestralen, want nogmaals, die bewolking is erg hardnekkig. Temperaturen morgen tussen de 18 en de 20 graden. En de wind waait nog steeds uit het westen. Nog een fijne middag.